Een warm welkom allemaal vanuit dit stadion. We hebben ideale omstandigheden en een prima grasmat. Voor het commentaar bij deze wedstrijd kunt u vandaag, ja vandaag, eigenlijk altijd, of we moeten overschakelen naar het Engelsman, maar doe dat maar niet, bij ons is het veel leuker. U kunt luisteren naar Jeroen Grütter en mijzelf, Siert de Vos. En vandaag staat er een wedstrijd in de groepsfase van dit toernooi op het programma. Het publiek heeft er duidelijk zin in. Een lekkere sfeer hier hoor. Ja, de thuisploeg die is een campagne bijzonder sterk begonnen. 3 punten na de eerste poolwedstrijd. En ik ben benieuwd of ze die vorm vast kunnen houden. Een tweede zegen, dat zou toch geweldig zijn. Deze komt niet in de richting. Jongen, jongen. Ja, je kunt wel hard schieten. Maar richt is een beetje beter. Wat verwacht jij vandaag te zien van deze Kevin Volland? Hij kan natuurlijk belangrijk zijn. Dit is een speler die niet veel kansen nodig heeft om te scoren. Dus... Oh, oh! Daar komt de kans aan. Doelpunt! Zo, dat zit mee ze. Vroeg in het duel komen ze al op een 1-0 voorsprong. Dit is een knappe goal hoor. En die komt eigenlijk voort uit het feit dat ze de tegenstander in een wurggreep nemen. En er is geen enkele ruimte om op te bouwen. Het leidt tot balverlies. En dan weten ze er wel raad mee, hè. Want heel snel ligt die bal dan uiteindelijk achter de keeper. De score is geopend. Het is 1-0. Wat zou de scheidsrechter nu in gedachten hebben? Hij ontsnapt aan een kaart na die overtreding, maar krijgt wel een waarschuwing van de arbiter. Ja, en ik zou nu maar gaan uitkijken als ik hem was. Nog steeds met de bal aan de voet. Nee, zo niet. Die aanval krijgt geen vervolg. Bal ingeleverd bij de tegenstander. Koekoek, zo leeft hij nog. Dat is er eentje die je best met geel kunt bestraffen. Nog maar net begonnen, zeg. En die scheids trekt gelijk de gele kaart. Duidelijk signaal naar de spelers toe. Deze man laat weinig toe. Zo wordt de voorzet weggewerkt. Zo doen we dat. En hij is de belager kwijt. Hij kan niet gelijk maken. Prachtige duik. En de bal wordt gekeerd. Die wordt kort genomen. Bal voor de pot gegooid. Die weet hij te onderscheppen. Ruimte voor de counter. Kevin Volland. En hij komt eruit met de bal. Dat is weer een doelpunt met zijn handtekening eronder. Nummer 2 van vandaag. Hij is gewoon niet te stoppen. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Nu verspeelt hij het balbezit. Baumgartner. En hier misschien een tegendoelpunt. Nou, knap weggewerkt door de keeper. Nog steeds gevaarlijk. Dat is een corner. Kort gespeeld. Richting het midden voorgegeven. Die bal kwam iets te dicht bij de keeper.
Die kan nu rustig onderscheppen. Dit begint er aardig uit te zien. Volland. Kevin Volland. Ruimte om te schieten. Hij keert de bal knap. Ja, goed hoor. Snel druk gezet. Een fraaie dribbel hier. Waar gaat die eindigen? Cengiz Under. En Kevin doorgebroken met de bal. Baumgartner. Kan iets creëren dit. Nou, scheidsrechter, een overtreding op deze plek is een gele kaart waard. Geel voor die overtreding. Nou, dat was een flinke hoor. De bal zeilt de 16 in. I am sailing. Er ligt ruimte voor een counter. Maken ze nog gebruik van die ruimte? Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval voeren. Ja, die zit erin en dan staan ze zomaar 3 doelpunten voor 3. Haha, wat een wedstrijd. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Hij krijgt daar ruimte aan de zijkant. De bal op eigen helft heroverd. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Hij dacht, ik waag het er een keer op. En hij weet die lange bal makkelijk te keren. Kevin Volland. De bal knullig verspeeld. Hij geeft hem diep. En wat denk je? Ja, buitenspel. Maar een kwestie van centimeters. Nou. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dit in eerste instantie niet hebben gezien, hoor. En dat was een echt gevaarlijke situatie. Kevin Volland. En goed gered daar. Parkeert de bal. Komt dat schot? Hij kon op doel schieten. Maar het is nu een doeltrap. Hij raakt de bal kwijt. En dan vraag ik me af wat de scheidsrechter nu gaat doen. Nou, de kaarten blijven op zak. Ik zou daar blij mee zijn. Die bal is voor de doel. Under. Zo hoort het. Dat is hoe je naar het doel toe dribbelt. De bal wordt voorgezet. Nou, dat is ook weer opgelost.
ontsnapt aan zijn directe belager nu. Sterke actie van de doelman. Volland. Lekker opstomen met de bal. Hij houdt hem tegen. Paas komt niet aan. Balverlies. Hier is denk ik een counter mogelijk. Ruim baan op de vleugel. Kijk, de scheidsrechter geeft voordeel. Goeie beslissing. Doelman kan op zijn plek blijven staan om die bal te pakken. Volland. Kevin Volland. Voorzet naar de spelers in het centrum. Oh, het doelpunt! Wat een prestatie hier! Het verschil is inmiddels, kunt u nog meetellen, 4 doelpunten. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. Het scoren is dan een koud kunstje. Hij staat helemaal vrij, de bal komt recht op hem af en kan hem staand binnenkoppen. Goeie goal. En al in de eerste helft hebben ze een zeer comfortabele voorsprong opgebouwd. Ja, je hebt van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Kijk of die dat doet. Ja, ik gun zo'n scheidsrechter dat ook wel. Beter dan dat die telkens affluit. Kevin Volland. Hij herstelt zich van die tackle en gaat verder. Komt-ie! En weer een doelpunt. Ze gaan maar, Torri. Ze maken de ene na de andere treffer. Fantastisch gewoon. Ja, en dan heb je altijd mensen die zeggen... Ja, maar het is maar een game. Het is maar een game. Nee, het is gewoon FIFA. Probeer het maar eens thuis. Dit is nou precies het type speler dat een doorn in het oog is van verdedigers. Ondanks alle weerstand weet hij toch te scoren. Daar klinkt het rustsignaal en laten we hopen dat ze er in de tweede helft nog een wedstrijd van kunnen maken. Want dit lijkt halverwege al beslist. Kevin Volland verdient complimenten voor zijn spel in de wedstrijd van vandaag. Hij levert een uitstekende bijdrage. Wat een indrukwekkende wedstrijd speelt deze aanvaller. Maar hij blijft maar doorgaan. Hè? Hij blijft maar het doel van de tegenstander bestoken. En dan nu de tweede helft. Ik weet niet wat jouw verwachtingen zijn, Siert, maar ik denk niet dat de machtsverhoudingen opeens heel anders zullen zijn. Deze moet erin. Doelman had hem. Bal blijft binnen. En opnieuw een redding. Bal voor de keeper. Iedereen kijkt naar de scheidsrechter. Wat gaat hij doen? Hij ontsnapt aan een kaart na die overtreding, maar krijgt wel een waarschuwing van de arbiter. Ja, en ik zou nu maar gaan uitkijken als ik hem was. Moeiteloos deze redding van de keeper overschrijden. Een teamgenoot biedt ondersteuning. Deze kan erin. Oh, en ook die zit. Haha, jongens. Ze blijven maar scoren. Waar? Ja, waar gaat dit eindigen? Nou ja, na 90 minuten ga ik naar huis. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Een monsterscore inmiddels. 6-0, afgetekend. Rafael Guerrero. Rafael Guerrero. De bal wordt voorgezet.
Hij heeft tijd om iets te bedenken. De keeper staat op de juiste plek. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Ja, nu kan er een counter komen. Zag er goed uit hoor, die counter. Maar ze verliezen de bal. Ja, goed hoor. Snel druk gezet. Modric. Kans hier. Dat is een uitstekende reactie van de keeper. Een vrije trap mag wel meteen op doel vanaf deze positie. Het blijft gevaarlijk voor de goal. Tegenstander raakt die bal nog. Pavel Kadarabek. Oblak stopt deze bal. De speler werkt de bal weg. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Die gaat naast. De doelman zag het van ver aankomen. Ik geloof dat er een doelpunt is gevallen bij de wedstrijd van Braga. Het gaat weer om een treffer voor de ploeg van Braga. Ze staan nu op voorsprong 2-1. En dat gebeurt met 61 minuten op de klok. We zijn weer bijgepraat. Bedankt. Sterk van de bal gezet. Is dat wel buitenspel? De scheidsrechter fluit, maar het scheelt volgens mij niet veel. Wat gaat hij nu doen? Redding en vast. Erik Durm. Dit kan een counter worden. De defensie reageert veel te traag. Ja, een schot. Knap weggewerkt hoor door de keeper. Is de bal kwijt. Kevin Volland. Bal naar de spelers in het centrum. Sublieme redding van Oblak. Beste keeper van de wereld. Tja, en prachtig hoor. Als je ziet hoe hij door de lucht zweeft om die bal te keren. Geen voorzet, maar kort genomen. Snijdt naar binnen. Sublieme redding van Oblak. Beste keeper van de wereld. Tja, en prachtig hoor. Als je ziet hoe hij door de lucht zweeft om die bal te keren. Niet meteen in de 16, maar kort. En hij raakt hem hard, ongenadig hard. Ja, maar iets te onnauwkeurig. Ja, dat zie je vaker. Hè? Dat gaat dan ten koste van de precisie. Op het eerste gezicht, ook zonder doellijntechnologie, vond ik dit geen doelpunt. Maar dat is natuurlijk niet altijd even duidelijk. Nou, iedereen kon toch zien dat hij niet over de lijn was. Ook al claimden die spitsen van wel. Ja, die doen er natuurlijk alles aan om de scheidsrechter op andere gedachten te brengen. Hij schudt zijn directe tegenstander af. Dat is goed geblokkeerd.
Luka Modric. Gevaarlijk. Zo'n steekpaas. Pakt die bal goed op. Katachtig die doelman. Mooi gered. Hij onderschept de bal. Hij stuurt zijn opponent het bos in. Ja, dat zei Evert altijd. Hij krijgt hulp. De keeper wordt gedwongen om te duiken. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Hoekschop wordt voorgegeven. Er zijn mogelijkheden voor een counter. Wat traag in de omschakeling, die verdedigers. En daarmee komt er een einde aan deze veelbelovende counter. Ja, een hele mooie volzin. Maar je staat met lege handen. Nog steeds aan de bal hier. Meteen vanuit de lucht. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Het doelpunt ontstaat eigenlijk door die voorzet die je gerust vlekkeloos mag noemen. Dat zie je hier nog eens. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. We gaan verder spelen. En de stand is 6 tegen 1. Op de perimeter voorbij. We hebben nog 9 minuten te gaan. Er speelt een hoge steekbal. Nee, hier gaat die speler veel te snel naar voren. Die loopactie moet je veel later inzetten, want anders krijg je dit soort dingen. Die steekbal die is prima, die komt ook, maar je moet op het juiste moment vertrekken. Nu is het buitenspel. Ze hebben besloten om een speler van de bank te halen. Hij wordt bij de tweede bal neergelegd. Een onvervalste hat-trick maakt hij hier. Wat is hij vandaag op dreef? Dit doelpunt is natuurlijk een ABC'tje. Zeker na zo'n heerlijke paas. En dan zet hij zijn hoofd er met overtuiging tegenaan. Uitstekende afronding. De voorsprong is door dit doelpunt nog groter geworden. De zege komt daardoor niet meer in gevaar. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Nu moet er iets gebeuren. Nou, hij blijft scoren. Dit is zijn tweede deze wedstrijd. En wie weet wat er nog komen zal. Dit is een voltreffer, hè? Wat schiet hij de bal er snoeihard in. Nou, een heerlijke goal om te zien. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Ja, goed van die scheidsrechter. Hij laat doorspelen na die overtreding. Hij past de voordeelregel hier prima toe. Mooie onderschepping. Ik zie hier mogelijkheden voor een counter. Zien zij ze ook? Nee, zo mag je iemand niet afstoppen. Dat lijkt me geel.
De scheidsrechter geeft geel voor die actie. Ja, daar valt weinig tegen in te brengen, zie je het. Under. Eens kijken, de vierde official geeft 4 minuten extra speeltijd aan. Hij ontsnapt, hij moet scoren! Wat een heerlijke redding van die doelman. Ah, een 1-op-1 situatie en hij redt. Ik dacht eigenlijk dat het een doelpunt zou worden. Al naar het midden? Nee, dat is slordig gedaan. Goed getimed, geweldig uitgekomen van de keeper. Ja, je moet het durven, hè, want voor hetzelfde geld wordt je hard geraakt door de speler. Maar hij pakt nu de bal, prachtig. Wat kan hij hiermee? Niet goed weggewerkt deze bal. En dan is het gevaar geweken. Wat een loopactie. In de diepte gespeeld. En daarmee is de wedstrijd gespeeld. De thuisploeg wint. Dit is natuurlijk de beste start die je kunt wensen in zo'n groepsfase. De eerste 2 wedstrijden allebei gewonnen. Het schept natuurlijk wel weer verwachtingen voor de komende wedstrijden.